Nou, we hebben een zeer diverse groep cursisten. Die hebben kennis gemaakt eerst met elkaar. Ad Henneveld en ik ben 5 weken geleden begonnen met opstarten bij Westlandia. Hans Koop, ook in voetbal bij IJsselmuiden, IVV. Vervolgens hebben ze hun verwachtingen uitgesproken over wat ze vandaag zouden kunnen verwachten, wat ze eigenlijk willen halen vanuit deze opstartcursus. Ik zit hier om nieuwsgierigheid te beantwoorden. En ik vind het ook leuk, de zogenaamde derde helft. Verantwoord bewegen en met name ook welke oefenvorm kun je ook aanbieden? Ik heb 2 dingen op mijn bucketlijst staan, dat is wat ik nog niet gedaan heb in de voetbal. Dat is scoren. Daarna is, hebben we het gehad over de kernwaarden. Van het, eigenlijk de grond, de basis waarvanuit dit is ontstaan. Waar gaat het om bij Wolkenvoetbal? Wat is de... Bewegen. Bewegen, oké. Okay. Sociale contacten. Fitheid voor jezelf. Fitheid. Lol. Mooi. Tactiek. Tactiek. Okay. Wij denken dat walkievoetbal vooral een middel is om andere dingen te bereiken. Het gaat dus om meedoen, ontmoeten, verantwoord bewegen en zelfredzaamheid. Bij onze leeftijd, dus als je hoe meer je leeftijd naar beneden gaat brengen, des te groter wordt het verschil. Daarvanuit de stap gemaakt van oké, hoe ziet zo'n draaiboek van een training eruit. Wat betekent dat voor het draaiboek? Hoe kan ik invulling geven aan het draaiboek? En hoe kan ik variatie in dat draaiboek aanbrengen? Dat eerste gedeelte is erg belangrijk als je praat over sociaal activeren. Maar cooling down, jongens, is een beetje een rekbaar begrip. Dat is een mooie woordspeling. Hè? Dit noem ik een draaiboek. Eens? Naarmate je ouder wordt structuur steeds prettiger. Als er in de structuur geen variatie meer is, ja, dan missen we een hoop. Dus de kunst is om binnen deze structuur variatie aan te bieden. Toen de stap gemaakt naar het Athletic Skills model van René Wormhout. En als je ouder wordt, minder prikkels, stugger, minder flexibel, letterlijk en figuurlijk, dan zie je dat het aanpassingsvermogen, wat we al vertelden, minder wordt. En daar moeten we een beroep op doen, zeker als we gaan zeggen dat het brein daarvoor centraal staat. En het is voor mij ook duidelijk, en dat probeer ik ook wat beeldend neer te zetten, dat je heel veel vaardigheden uit andere sporten kan halen. Dus als wij met z'n allen straks gaan handballen, doen we het niet omdat het handbal is, dan doen we dat vanuit een vaardigheid die erachter zit. Dit is een tool, een middel om iets te doen wat leuk is, interessant is, maar wat ook nog heel goed te verantwoorden is naar gezondheid, fitheid en voor diegenen die beter willen worden voetbal, beter kunnen voetballen. Daar wilde ik met name laten zien dat die theorie daadwerkelijk praktisch toepasbaar is. Dat je kan kiezen voor vormen die heel gedifferentieerd toe te passen zijn. Dus dat wil zeggen dat je op alle niveaus opties hebt om dat aan te pakken of te laten plaatsvinden. Dat je heel veel variatie moet zoeken binnen thema's, maar dat je die thema's wel van tevoren moet bepalen. Die structuur die er dan achter zit, die zorgt ervoor dat je kan verantwoorden wat je doet vandaag, maar ook volgende week, maar ook volgend jaar. En uiteindelijk dat ook praktisch gemaakt op het veld met oefenvormen, waardoor het verhaal eigenlijk mooi samenkomt. Afgesloten binnen met een kijk of de verwachtingen werden waargemaakt en nog de slotvragen beantwoord. De terugkomdag geïntroduceerd, die er over ongeveer 2 maanden aankomt. En een kleine check van hoe ze het hebben ervaren. Nou ja, ik kom uit Zuid-Limburg, Maastricht om precies te zijn. Ik kom hier namens NVV Maastricht. We zijn een aantal maanden geleden opgestart met het walking voetbal voor ouderen. Voor ons was dat nu vrij nieuw, redelijk nieuw. En via het ouderenfonds konden we hier een opstartcursus bijwonen. En zodoende dat ik ook hier aanwezig ben.
De kernboodschap is dat je veelzijdiger kan kijken naar de beweger, in dit geval de walking football speler. En die veelzijdigheid beperkt zich niet alleen tot andere bewegingen, maar ook hoe je naar elkaar toe jezelf kan ontwikkelen door te samenwerken, door zelfredzaamheid voorop te zetten of door behulpzaam te zijn, dat je dat kan koppelen in oefenvormen. En dat je naast deze elementen ook nog heel sterk probeert je hersenen binnen verschillende functies te stimuleren. Dus denken en doen, lezen en plannen, dat zijn zaken die je allemaal in elkaar probeert te duwen, zodat je op een veelzijdige manier, veel meer dan alleen bewegen dus, komt tot ontwikkeling van jezelf op latere leeftijd. Ik kom uit Den Haag, de Schilderswijk. Ik ben actief bij het buurtcentrum De Mussen. En we zijn eigenlijk sinds april in samenwerking met ADO Den Haag een walking voetbalgroep begonnen. En ik ken de mannen in de buurt heel goed. En zo zijn we samen een walking voetbalgroep begonnen. Ik ben toch even benieuwd dat we een klein rondje maken. Genoten van ook het inzicht dat we gekregen in de diversiteit van de oefeningen. Ja, mooie inzichten. Ik zie het als een uitdaging om het over te brengen. Ik denk dat we goed hebben kunnen prikkelen. Dat we dat deelnemers hebben ervaren dat er eigenlijk op een misschien wel eenvoudige manier veel meer mogelijk is dan dat ze denken. En dat training geven voor ouderen, dat enorm leuk en creatief kan zijn. En ook de samenhorigheid die ik hier merk, dat merk ik ook bij de ouderen in mijn club, zou ik maar zeggen. En dat vind ik zo bewonderenswaardig hoe dat kan ontstaan en hoe dat leeft en hoe dat maar steeds verder groeit. Hartstikke leuk, leerzaam. Heel veel stof om creatief in trainingen om te gaan. Sporten en bewegen op de manier van ouderen. Verantwoord bewegen met name, maar ook veel geleerd over hoe ga je nou om met mensen. De sociale insteek van het hele verhaal, wat ook heel belangrijk is. Dus heel veel dingen meegekregen. Een mooie, leerzame, leuke dag. Het was een topdag. Heel veel geleerd. Heel divers. Af en toe diepgaand. Maar over het algemeen heel leerzaam. Ja, dus ik vond het echt helemaal super.